De Vereniging Nederlandse Cultuurlandschap heeft in samenwerking met ASR Real Estate ruim 2 kilometer heg aangeplant op landbouwpercelen. ASR is een vastgoedbeheerder die ruim 44.000 hectare grond beheert. Het bedrijf wil flink investeren in verduurzaming en ook hier in het Nederrijk in Groesbeek. In het Nederrijk gebied ligt grond waar boeren verschillende gewassen optelen, zoals gras, mais en tarwe. Een van de manieren waarop wordt geïnvesteerd in verduurzaming van de grond is de aanleg van landschapselementen. 4 pachters in het gebied hebben meegewerkt aan een verduurzaming, waaronder ook Frans Peters, pachter en hobbyimker in de regio. Op 3 percelen heeft de Agrarische Natuurvereniging heggen geplant, ongeveer 6 weken geleden. Dus dat heb ik, en dan gebeurt het op de rand van het perceel. Ginds blijven de heggen wat kleiner en staan ze wat korter aan de rand. Deze heg die hier staat, die wordt wat groter en daarom staat die ook wat verder van de afgrasting af. De heggen worden langs de rand geplaatst omdat het voor de landbouw zelf weinig voordelen biedt. Op deze manier kunnen de heggen toch geplant worden zonder dat agrariërs er veel last van hebben. Hagen die kunnen verschillende voordelen opleveren, natuurlijk plaagbestrijding, schaduw voor vee, etc. Maar dat zijn wel wat zachtere waarden die de boer niet meteen in zijn portemonnee voelt. Dus als eerlijkheid gebied te zeggen dat het vaak gewoon landbouwoppervlakte kost. Dus het kost landbouwgrond. Ik word er financieel eigenlijk niet of nauwelijks beter van. Het aanplanten is door de Agrarische Natuurvereniging gedaan. Plantgoed is betaald door ASR. En wij krijgen via de ANVB van de overheid de onderhoudskosten betaald. Dat onderhoud is nu met een subsidie. Ze kunnen jaarlijks krijgen ze gewoon een vergoeding. En dan kunnen ze deze vereniging inschakelen om het uit te voeren. En ik denk ook dat het terecht is. Hè? We kunnen als maatschappij van alles vragen aan de agrariërs. Maar het kost natuurlijk wel gewoon wat geld om het te onderhouden en tijd. Dus ik vind het wel terecht dat ze daar dan ook een vergoeding voor krijgen. Dan hou ik met z'n allen ook in stand. Het instand houden van de heggen is namelijk belangrijk voor de natuur en de biodiversiteit. Het mooie hieraan is dat we alleen de perceelsranden eigenlijk beplanten. Dus die boeren kunnen gewoon landbouw kunnen blijven bedrijven. Maar we leggen wel die ecologische verbindingszones hier in het landschap aan. Dat het dier van A weer naar B kan, van bosje A naar B. En zo kunnen ze dat heuvelachtige gebied doortrekken. En dat trekt tal van vogels ook aan. Helemaal prachtig.